Tony Brunswijk, waarnemend president van de Republiek Suriname, heeft gisteren een oriëntatiebezoek gebracht aan de inrichting van zowel de mannen- als de vrouwenafdeling van de strafinrichting Santo Boma. Brunswijk pleitte ervoor dat de regering meer financiële middelen vrijmaakt voor het resocialisatieproces bij gevangenen in de strafinrichting. Hij kreeg verder een rondleiding van Joyce Pané Alfaisi, korpschef van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Gedetineerden die binnen het huis van bewaring allerlei ambachten uitoefenen, hebben om betere gereedschappen gevraagd. Ook voor de bouwvallige technische ruimte is er aandacht van de regeringsfunctionaris gevraagd. Tijdens de rondleiding zijn ook de noden van de KPA-manschappen aangehoord. Over de hele linie verkeren alle faciliteiten van de KPA's in zeer slechte staat. De waarnemend president heeft ter plekke telefonisch contact gemaakt met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en hem verzocht gauw verandering te brengen in de erbarmelijke situatie. Verder zal de regeringsfunctionaris iemand inzetten om het spoorveld van Hoogwiet te ontdoen. De waarnemend president heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan Ernest Scheffery, Benny Brandenstein en Stefanus Dendu en notitie te nemen van hun gezondheidstoestand. Zij zijn 3 van de 5 veroordeelden in de 8 december strafzaak. De mannen die begin dit jaar aan hun gevangenisstraf van 15 jaar begonnen, verblijven namelijk in de ziekenboeg.